Op het terrein van de werkplaats heeft kinderopvang De Bilt een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Na school worden de jongste kinderen van de werkplaats opgehaald om hun vrije tijd door te brengen op de BSO. Wie heeft al gezien wat je kan doen? Kan je knutselen of gaan spelen met Linda en Evelien en Birgit gaan naar de bosmarkt. Heel goed. Op de buitenschoolse opvang van de Wilde Puma staat vrije tijd. Is belangrijk, staat gewoon in een hoog vaandel. Dus de kinderen hebben de hele dag school gehad. Dus als je hier komt, dan zijn er prachtige dingen voorbereid. Leuke activiteiten. Maar het kan ook maar zo zijn dat dat niet jouw behoefte is. Dat jij de behoefte hebt om heel eventjes lekker een dukkie te lezen. Dan kan dat. In een ander deel van het gebouw zit het kinderdagverblijf. Elke dag dezelfde structuur, een puk die erbij wordt gebracht, maakt dat het eigenlijk een hele mooie opmaat is naar straks al naar school. Staartjes, pak sandaartjes, dan kan je lekker fietsen. Modder, het roeren met de stokjes, dat alle welpen, alle kinderen hier bij kinderdagverblijf De Welpen ook het recht hebben om vies te worden. Dat dragen wij graag uit en ook dat is een uitingsvorm van het hele punt van natuur. Wat de werkplaats zo hoog heeft, maar wat wij als vanzelfsprekend ook op een heel hoog niveau hebben getild. Net als de werkplaats omarmt de kinderopvang de visie van Kees Boeken. En dat zie je terug ook in de waarden zoals actief, rust en actief. Iets wat heel belangrijk is volgens Kees Boeken. Geven wij ook al vorm door middel van bijvoorbeeld op de bedjes gaan naar de lunch. Deze? Zullen we deze? Wat is dat? Een eindje. De gemeenschap, zoals Kees Boeken echt ook zo voor ogen had. Je leeft echt met elkaar, ook een stuk voor elkaar zorgen. Ja, dat zie je hier op een hele mooie manier terug. Waarin bijvoorbeeld de kinderen van de oudste groep het heel erg leuk vinden om te gaan voorlezen bij de kinderen van het kinderdagverblijf. Er zijn er al heel veel. Er was dat de lange bouw. Ja. Welk kind kan nu op zijn vrije middag naar een kinderboerderij, huttenbouw in een bosrand, voetballen met een hele grote groep kinderen en pedagogische medewerkers die ook nog eens goed kunnen voetballen. Maar je kan ook knutselen en koken. Weet je, zoveel om uit te kiezen. Ja, dat maakt onze BSO echt wel heel erg uniek.